Jij hebt bij Real Madrid gespeeld. Hoe kijk jij terug? Want ik ben daar wel benieuwd naar. Je geeft ons nooit panna. Wat vind je van Royce in Drenthe? Hij is wel erg, man. Waarom? Hij is snel. Snel met wat? Acties. Hey. Waar is hij dan? Met de ramen, maar hij is te laat. Nee, jongens, even mee naar hem. En dan? Wat ga je doen? Ik geef jou ook nog panna vlug. Maar jij geeft Royce in Drenthe panna? Ja. Ik acht van mee. Wee, yo! Mark geeft Royce in Drenthe panna. Mark. Hey, hoe heet je? Edwin. Ja, Edwin. Javi. Javi noemen ze je? Ja, ze noemen mij dan. Waarom dan? Mijn enge pasjes in de wedstrijd. Fakka, papi, toch? Fakka! Jawel. Alles kalm, rustig. Broer, luister, we hebben een probleem, man. Wat schande. Hey. Alles rustig, papa? Lekker, man. Cool. Mark zegt dat hij jou akapanna geeft. Edwin. Oh, Edwin. Ik ken akapanna. Hij zegt, geeft je akapanna. Zou kunnen. Alles is mogelijk in dit leven, toch? Niemand onderschat hier, hoor, toch? Sowieso niet, man. Jawel, man. Veel plezier, sir. Veel plezier, jij ook. Yes, man. Later, Edwin. Kijk dat ik niet je benen breek, dan. Ja, toch. Rustig. Hey. Het is altijd lente. In de ogen van Royce in Drenthe. Ja, toch. We zijn er gewoon, papa. Ik zeg je eerlijk, man. Eén probleem, man. Ik kom deze waggy in. Het is gewoon 50 graden. Leg die tori uit, man. Nee. Broer, ik zeg je eerlijk, broer. Ik en kou, dat werkt niet, man. Ik zeg je eerlijk, het liefst niet. Hé, toch? Ik bedoel van, kijk, we wonen allemaal in Nederland en dat soort gekkigheid. Het is koud buiten, maar als je mijn waggy zit, moet sowieso. Het moet gewoon broeien, man, binnen. Jas aan, lekker, gewoon toeverwarming aan en die gekkigheid, hé, toch? Sowieso, ik ben ook heel erg koudbloedig, dus hé, toch? Ik hou van een warme vibe. Dus in Abu Dhabi liep je gewoon met trui buiten? Nee, in Abu Dhabi is het lekker extreem. Dus je weet toch, ik hoefde er niet echt aan te wennen, weet je. Het was voor mij nice. Een beetje Arabisch? Gevaarlijk. Alhamdulillah. Je weet wel, man. Ay, man. Gruwelijk dat je even weer in Nederland bent. We zitten in je waggie. Als je in je waggie bent, heb je sowieso die pokoes die jou lief zijn. Dus breng ons even mee in die vibe met een paar pokoes waar jij mee zo in deze waggie een beetje rondcruist. Ik zeg je eerlijk, je toch, kijk, ik ben sowieso een muziekliefhebber. Noem eens een paar. Broederliefde krijgt van mij tot de doodsteun. Waarom krijgt Broederliefde van mij tot de doodsteun? Hun zijn van mijn city, begrijp je? En ik ben van hier, ik ben opgegroeid. We komen allemaal, je toch, uit een Spangen of uit een Rotterdam-West of uit... of van Kruiskade en ja, we weten hoe het eraan toe is gegaan, nee, toch, als jonge jongens, begrijp je? Onze ouders hebben altijd moeten strijden, zeg maar. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld rapgroepen als SFB, Ronnie Flex, weet ik veel. Ik kan ze allemaal voor je opnoemen, maar iedereen komt wel eens met een liedje die iemand pakt, begrijp je? En daarom zeg ik van, sowieso krijgen ze mij steun in dat opzicht, want ik luister naar allemaal. Maar daarentegen krijgt Broederliefde sowieso die extra tint van mij. Hij zet even eentje van Broederliefde, toch? Ja, gaan toch? We even los op die... Kijk, ik ga een pokketje voor je zetten, omdat hij pakt mij gewoon nuttig. Ik weet ook niet of ze zeg maar, deze echt bewust hebben gemaakt of dat ze zeg maar, in een bepaalde vibe zaten. Maar het is gewoon een pokko. Ik kan deze luisteren wanneer ik net wakker word. Of ik kan hem gewoon vibe in de auto. Het is gewoon een leuk liedje, je toch? En het is ook een lievelingsliedje van mijn kinderen. Dus dan ga je hem automatisch extra lang luisteren, je toch? Yes. DJ, Royce. Ik wil wel eentje waar je even helemaal los op gaat. Zo eentje die een beetje... Eentje waar ik los op ga als ik, wanneer ik een vibe wanneer ik alleen in de auto zit. Begrijp ik, kijk, want nu zit ik in een hele andere soort vibe. Weet toch, nu is het middag. Je stelt je nergens op in. Maar je hebt ook die dagen dat je zeg maar... Je gaat een drankje doen, dus je stelt je in op die vibe, begrijp je? Ja, die vibe wil ik even zien, man. Yes, man. Dit is die poko die Royce helemaal losmaakt. Ja, zeker voor als we, dat we uitgaan. Weet toch, het is ook een poko met een bewuste tekst. Ja. Ik ga nu een beetje vervelend worden. Jouw Spaans is gruwelijk, hè? Ik mag niet klagen, zeker niet. Gooi even een... Huh? Iets naar die kijkers gewoon, in Spaans. Ook al begrijpen ze het niet. Hola, todo bien? Aquí estamos con Sofía Tusani. Oh? Estamos grabando un poco cosas en mi ciudad, Rotterdam. Vamos a ver qué pasa ahora mismo. Y cuando hay buen arajo... Pues me llama. Oké. Royce in Drenthe praat Spaans. Maar kan die deze zin achter elkaar uitspreken? Niet nadenken. Eén keer achter elkaar. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse... Tijver. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Moeilijk. Prima. Ja, ik ken het niet. De Spaanse prins... Zo. De Spaanse prins spreekt
Ook bij deze is weer, je mag niet zeg maar uren gaan nadenken. Dan is het niet lang meer. Dan is het niet raar. Is een raadsel. Is een raadsel. Oefenen. En als je hem kent, moet je ook gelijk gewoon koeketten. Gewoon. Cool Cat, direct. Ik weet niet wat Cool Cat is, ik heb het een paar keer gehoord, maar... Vroeger droegen we die broeken van Cool Cat, toch? Yeah. Maar ja, nu is het gewoon Coolest. Dus als het cool is, dan is het Cool Cat. Cool Cat. Er zijn 10 witte voetballen. Er zijn 10 witte voetballen, ja. Welke kleur heeft de eerste bal? Ik zou het niet weten. Broer, er zijn 10 witte voetballen. Welke kleur heeft de eerste bal? Oh. Je durft niet, je denkt, zie het, ik zie het. Broer, let los. Wat is die tweede dan? Als er 10 zijn, ook wit. Ja, broer, zie je, denk na. De vijfde. Oké, de tiende. De tiende. Wit. Wat drinkt een koe? Geen melk. Ah! Jammer, hè? Niet hier toch, papito. We zijn niet de scholiertjes, maar niet eng doen. Je weet toch. Dit is zeg maar, je probeert iemand een panna te geven, maar hij mislukt. Gewoon balverlies, doelpunt. Ja. Ik weet toch, in die mag ik gewoon niet, in die mag ik niet vallen, ik zeg je eerlijk. Luister dan, je praat zo nonchalant een beetje. Je hebt bij Real Madrid gespeeld, Asabi. Jij hebt bij Real Madrid gespeeld. Hoe kijk jij terug, want ik ben daar wel benieuwd naar. Veel mensen zijn er ook benieuwd naar van, oké, je bent daar naartoe gegaan. Je gaat van Feyenoord in één keer naar Real Madrid. Ja, kijk broer. Neem ons mee in die tijd. Sowieso, het leven is, ik zie het leven een beetje als komen en gaan, begrijp je? Ook wat je op het moment zeg maar, meemaakt. Kijk, ik zat in 2007, dan gaan we naar 2010. Dat waren echt de 3 jaren dat ik zeg maar, bij die club heb gespeeld. Daarna is er veel gebeurd en zo, weet toch. Dus sowieso, weet toch. Het is geweest, weet toch. Het was een mooie ervaring en mijn leven is nu. Ik kijk niet meer naar dat, of ik kijk niet meer naar die troostprijs. Of ik kijk niet meer naar van, ja, jij was die boy, die Rotterdamse boy die bij Real heeft gespeeld. Dat is allemaal weg. Maar als ik met jou ga praten zeg maar, over hetgene wat daar zeg maar, allemaal heeft afgespeeld, hoe het was. Ja, dan is het de tijd voor mij die eigenlijk nooit te vergeten is. Ik bedoel van, ik heb zulke mooie dingen meegemaakt. En als je dan kijkt naar nu in 2016, hoe we daar zijn. Met bepaalde spelers die al lang niet meer voetballen. Die zeg maar al in een hele ander soort leven zijn gestapt. Mm-hmm. Dat je daar dan toch samen een balletje mee mag hebben getrapt. Dat is eigenlijk ja, top. Niet alleen dat. Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat Cristiano geen zin had om op jou te staan met de training. Jij was zo'n kuitenbijter die snel ging draaien. Je weet, vroeger ging je skaten en zo. Dus je hebt die tap. Oh ja, kijk, zoals je weet heb ik ook bij die club regelmatig linksback gespeeld. Zeer zeker onder Pellegrini en Schuster heel vaak. Ja. Omdat, ja... Maar jij wou dat niet? Jij wou geen linksback? Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is eigenlijk ook sowieso altijd een beetje bepaald, zeg maar, een persoonlijke issue geweest. Wetende dat ik het wel heel goed kon, maar gewoon liever mezelf niet instelde op die positie. Afgelopen jaar in Abu Dhabi heb ik gewoon, ook gewoon heel veel op de linksback positie gespeeld. Mm-hmm. Misschien dat ik er minder moeilijk over deed omdat ik wat ouder ben nu, maar het is al goed, het is goed zo. Ik heb ook nog eentje gehoord, hè? Ook bij het betrouwbare bron. Jouw bronnen zijn wel super ziek, man. Ja, iedereen was gek op jou daar, maar echt iedereen. Of het nou de vedette was, of het nou de voorzitter Perez? Nee, we begonnen met Calderon en daarna kwam inderdaad Perez. Perez was toch iedereen in de kleedkamer, ja. Het is toch als er zo'n baas komt, hè? Dat is voorzitter van Real Madrid. Ja, zeker. Hij komt, hij geeft iedereen een anno, maar jij kon gewoon met je handdoek zo, kom je uit de douche en je gaf hem gewoon een brassa. Gewoon een omhelzingje gewoon. Ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik had wel echt een, zoals ik al tegen jou zei, in die tijd dat ik daar echt zat, van 2007 tot 2010, heb ik een magische tijd meegemaakt. En als ik zeg magisch, echt magisch, omdat ja, je, bij een club waar je speelt probeer je toch een bepaald familiegevoel te creëren. Ja. En het is nooit fijn om ergens te komen en het volgende jaar al weg te moeten of het tweede jaar al weg te moeten. Daarom zeg maar, kijk ik met een bepaald respect naar bepaalde spelers die het zeg maar, jarenlang hebben volgehouden bij één club. Ik denk dat dat het een van de magische dingen is. Ik ben daar een type die daar nooit over zou kunnen spreken. Maar bij Real, ja, ik had een goede band met heel veel jongens, ja. Ook met heel veel mensen uit de aan de hogere kant en dat soort dingen. Maar gewoon een brassa aan die voorzitter. Gewoon. Iedereen geeft zo anu, zeg maar. Jij bent gewoon met je handdoek. Er waren meerdere mannen die vertrouwen hadden aan die kant. Je weet toch? Sowieso ja. Die big timers zoals Guti, Raul, Casillas. Je weet toch? Maar zoals je ziet, je weet toch, alles verandert in het leven. Je weet toch? En ik denk, ik blijf het zeggen, de voetballerij blijft toch een beetje een vieze wereld. Als je kijkt zeg maar, naar Casillas, in mijn tijd was hij toch een van de grootste mannen en hij kon zeg maar alles maken. Maar je ziet hoe het nu verlopen is. Hij is toch een nieuwe keeper van Porto. Onder dezelfde voorzitter. Dus ja, wat gaat er mis? Als jij terugkijkt, hè, ik zie bijvoorbeeld Marcelo, een paar weken geleden. Die man is aanvoerder van Real Madrid. Maar in die tijd dat jij daar was jij op die positie?
ik zou nu onderaan, als ik zeg maar nu nog steeds daar zou zitten, zou ik onderaan tweede aanvoerder zijn. Het gaat om hoe lang je speelt bij de club. Wat denk je nu? Wat denk jij nu? Van, het is gegaan zoals het is of heb je er spijt van? Nee, maar van wat moet ik spijt hebben, broer? Blijkbaar was ik niet goed genoeg of blijkbaar was mijn vibe gewoon niet daar. Weet toch? Ik zeg je eerlijk, onder Pellegrini was het op een gegeven moment zo tussen mij en Marcelo dat we om de wedstrijd speelden. Dus het ging niet om het feit dat jij linksbuiten was binnen? Nee. Want uiteindelijk, ik kan wel zeggen ik wil linksbuiten spelen, maar uiteindelijk speelde ik toch wel linksback. Je weet toch? Alles gebeurt met een reden. Dus het is gewoon gegaan zoals het is? Ja. Het is een mooie ervaring geweest en die ervaring pakt niemand van jou af? Nee, dat zeker niet, man. Nooit niet, man. Ik hoop echt dat er gauw een leuke jongen uit Nederland, gewoon maakt niet uit waar die vandaan mag komen, weet je toch? Een keertje die overstap die kant op mag maken en die kan echt met mij meepraten, begrijp je? Want onderhand is de kleedcamera veranderd, heb ik gehoord. Ja. Er zijn al een paar dingen gebeurd op het trainingscomplex wat ook alweer veranderd. Dus die vibe is nu sowieso anders. Dus weet je toch, die nieuwe dingen, die ins en outs die ik toen kon vertellen aan mijn boys. Ja, ja, ja. Die moet toch iemand naar boven weer gaan halen, weet je toch? Want ik wist wat er echt gebeurde binnenin. Iedereen weet alleen wat er vanaf buiten gebeurt. Af en toe een paar camerabeeldjes in de kleedkamer. Maar die echte dingen wil je horen. Je weet toch, die mooie verhalen van hey, ja, dit is en dat gebeurt. En mijn familie had daar een beetje steek in, omdat ik nam ze overal mee. Ik nam ze soms naar binnen in de kleedkamer. Je weet toch? Ja, 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 ja. Feestjes bijvoorbeeld gingen we samen met die jongens. Guti, Guayin, Wesley. En dan had je toch een familielid die maakte dat van dichtbij mee. Had hij ook weer iets om over te praten. En het was gewoon nice, je toch? Ik kan me niet anders voorstellen dat er veel kinderen zitten te kijken. Of ik zelf ben er ook gewoon oprecht serieus benieuwd naar. Cristiano Ronaldo. Hij is een fenomeen. Wat kan je over hem zeggen? Wat heb je met die boy meegemaakt? Ja, Chrisje. Ja, gewoon eerlijk. Ik krijg heel vaak vragen over hem. Het feit dat toen ik daar al zat, kwamen hij, Kaka en Benzema. Tekende zeg maar in 2009 bij de club. En ja, ik kan zeg maar de eerste twee jaren zeg maar, ja, voordat Christian bij ons kwam spelen, had Sergio Ramos altijd de neiging om op de training, zeg maar eind van de training, daarna een vrije trap met z'n allen. En dan deed hij altijd zeg maar de Ronaldo. Ja. Het Ronaldo loopje zeg maar naar achteren staan. Die deed Ramos. Dat deed Ramos, ja. Je weet toch gewoon, die boys deden het 5, weet toch van, hey, ja, Cristiano, ja, vrije trap komt eraan. Maar toen hij dus echt bij ons tekende en dus bij ons in de groep zat, deed Ramos het ineens niet meer, weet toch? Dus iedereen zei van Sergio Vaca, weet toch? Wat is dit hoor, weet toch? Is dat wel eens nice, maar hij persoonlijk als persoon is gewoon een topgozer. En hoe beter je hem leert kennen, hoe een leukere bandje met hem kan creëren. En ik moet zeggen, ook in het privé, weet toch, qua dingen die je nooit zou kunnen aangeven aan andere mensen, omdat dat gewoon zou hem ook schaden of iemand schaden, iemand eromheen, heb ik gewoon toffe dingen met hem meegemaakt, wat ik zelf niet eens had kunnen denken. Weet toch? Ik heb bepaalde mensen door hem gezien waar ik zelf van droomde. Weet toch? Die ingang heeft hij ook aan mij gegeven. Weet toch? En dat sowieso, ik ben hem sowieso dankbaar. En ook als ik hem zie, als ik nu naar Madrid ga, dan is het gewoon altijd flexibel. Weet toch? En zo ook gewoon creatie met Marcelo en Sergio Ramos. Ik heb pas nog een shirtje gekregen van Sergio via een andere maat van mij. Dus alles gewoon komen. Ja man, dit zijn toch wel die spannende verhalen waar ik benieuwd naar was. Er gebeurt genoeg hoor broer, geloof me, er gebeurt genoeg. Maar sommige dingen zijn gewoon niet gepast om over te praten, maar er gebeurt genoeg. Nee, tuurlijk, dat snap ik. Ik heb een voetbalclub opgericht en die heet FC Gun Iets. Ik heb je iets gevraagd hè, je hebt het niet bij je. Maar jij gaat een shirtje weggeven aan een kijker. Ja, ja, zeker weten. Zeker. Gaan we zeker doen. Ik heb het niet bij me omdat ik een beetje in een soort van haast zat, maar het ligt wel klaar thuis. Het is een shirtje van mijn laatste club waar ik heb gevoetbald afgelopen jaar. Dat is FC Banias in Abu Dhabi. Oh. Dus, zit ook een beetje goud in zo? Ja, was het nou waar, hè? Hé, hey, maar even serieus. Wat moet je daarvoor doen? Het is heel simpel. Ik laat de linkje in de beschrijving achter. Het Instagram-account van Royce en Drenthe. Volg hem op Instagram en dan maak je kans op het gruwelijke shirt waar misschien ook stiekem een klein beetje goud in zit. Ben je verslaafd aan je telefoon? Ik denk het niet, man. Ik zeg je eerlijk, als ik bepaalde mensen zie hoe ze zeg maar, met hun telefoon continu zijn. Ja, ik bijvoorbeeld. Is best verslaafd. Nee, maar ik ben. Ik heb wel momenten dat ik echt continu op mijn telefoon zit. Omdat ik dan echt niet. Of dat mijn WhatsApp niet aan een eind komt. Dat ik zeg maar reageer. Weer bij de andere ben. En die andere reageert alweer. Dus zulke vibes heb ik natuurlijk wel. Maar ik kan deze ook voor jou uitdoen, broer. Ja. Geloof me. En 3 dagen ik kijk niet naar hem. En ik ken ook WhatsApp. Ik heb het gemerkt, afgelopen 2 dagen.